Dus een hogere traffrequentie is heel goed, maar de basisvoorwaarde is wel, ik combineer dat met constant spieractivatie. Dus terwijl ik aan het fietsen ben met mijn hoge cadans, ben ik ook aan het duwen tegen mijn pedaal. Ik ben niet enkel maar aan het rondbewegen, nee, ik ben ook effectief duwend vermogen aan het zetten tegen mijn pedaal. Als dat systeem niet optimaal werkt, dus ik ben enkel cadans aan het produceren en ik heb te weinig spierkracht, ja, dan kunnen of mijn spieren soms plots heel snel verzuurd geraken, of ik word instabiel op mijn fiets, ik begin te schuiven op mijn zadel. Dat zie je bijvoorbeeld soms bij tijdrijders, als die vermoeid geraken, of die kunnen wel hun cadans houden, maar die kunnen hun positie niet stabiel houden. Dat heeft dan niks te maken met die positie, dat heeft gewoon te maken met, oké, ik ben nog niet topfit, of ik ben vermoeid, en ik kan daardoor te weinig spierspanning houden. Dat is wat je daar ziet gebeuren.